Ik ben hier op bezoek in het internethuis in Doetinchem. En ik zit hier met de directeur Anita Hoendeken, zit ik hier. En ik had eigenlijk één vraag, Anita. Wat doen jullie hier precies? Het internet houdt zich vooral bezig met een mobiele oplossing. Internetoplossing, vooral voor het buitengebied. We zijn eigenlijk van oorsprong een ICT-bedrijf. En zijn achtergekomen dat veel bedrijven, vooral in de Achterhoek, buitengebieden slecht internet hebben. En dat we daar eigenlijk een mooie oplossing hebben gevonden door gebruik te maken van 4G. Ja. Dus het is eigenlijk voor mensen die niet gebruik kunnen maken van normaal internet, in het buitengebied, in de Achterhoek. Die kunnen zo, zeg maar, toch hun bedrijfsvoering op orde hebben, tenminste qua internet. Klopt, ja. Helemaal. Ja. En het is wel grappig hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen, want dat was eigenlijk naar aanleiding van een stuk in de Gelderlander. Hè? Klopt. Ja, want het ging, het netwerk is uitgesteld, tenminste het glasvezelnetwerk is uitgesteld. En ik had een stukje geschreven of 4G of 5G in de toekomst geen alternatief is. Ja. En wat is jouw mening daarover? Nou, we hebben er in het begin best wel discussies over gehad. Zowel met de provincie waar we in contact kwamen, de provincie Gelderland, als met de gemeentes. Dat we zeiden van 4G kan een goede aanvulling zijn op het glasvezel, want de echte hele dure aansluitingen, ja, daar zouden we ze kunnen zeggen van dat zou misschien een mobiele oplossing zoals 4G, ja, een goede oplossing zijn. Het zijn mensen die heel lang met het project naartoe bezig zijn geweest, die zeggen van ja, er moet gewoon glas in het buitengebied komen. We hebben dat ook een beetje losgelaten. Maar mijn mening is wel, nu dat ook 4G ontwikkeling is, en dat is Nederland ook al in bezig in Loppersen, dat ik zeg van moeten we nog wel dat allemaal in de grond stoppen, terwijl dat de snelheid door de lucht eigenlijk fantastisch is om op te werken. Dus waarom nog glas? Ja, want het gaat wel over een investering van 60 miljoen, begreep ik, hè? Rond die 70 miljoen. Ja. En ja. Daar kun je, het mobiel is gewoon een stuk goedkoper, dus je kunt daar ook voor in de Achterhoek nog heel andere dingen mee doen. Ja. Nou, dankjewel voor dit korte gesprek. Graag gedaan.